Hey jongens, welkom bij vlog 5 alweer. Deze vlog gaat over waarom poseren zo enorm belangrijk is in het mens fysiek competitie. Hoe ik me natuurlijk voel, hoe mijn afgelopen dagen waren, mijn voeding en mijn shape, hoe staat die ervoor? Zo, goedemorgen jongens, het is 9:15. Ik voel me echt bijzonder goed eigenlijk. Ik heb echt goed geslapen. Wel veel naar de wc geweest, dat wel, dan moet ik wel wat vaker, maar ik voel me goed joh. Dus gekhuis, ik stap zo meteen lekker op de bike, maar eerst even een pre-workoutje erin. Ah, daar ga je hard op jongen zo meteen, lekker. Net even een break a legje gedaan met Linny, ging lekker of niet Lin? Goeie training. Klein beetje opstartproblemen, maar daarna gingen we als een jekko, of niet? Hoe voelen de benen erin? Zuur. Zuur, hè? Ja, zuur. Kut, sorry. Die van mij zijn ook kut. Maar we gaan nu lekker eten. En alles voor die billen. Alles voor de billen. De middag powernapjes hou ik er gewoon lekker in. Even een half uurtje, mijn ogen dicht, telefoon weg, even ontspannen. En dan ben ik weer eens nieuws zometeen. Nog een hoop werk te verzetten vandaag. Nog wat administratief dingetjes en zo, dus lekker dagje. Zo jongens. Mijn dagje begon wel lekker, maar toch wel even flinke inkakkers gehad. Het kilt me echt dat ik echt pieken en dalen heb. Zeker wat de benendag vandaag en dan met een nakakje echt helemaal in, daar ben je helemaal klaar mee. En dan moet je weer lesgeven. Ik ga nu naar huis. Helemaal kapot. En het gaat me irriteren dat ik dus gewoon zo weinig energie heb. Hé jongens, ik ga zo lekker schouders trainen samen met Coco, een vriendin van mij, zij is ook bodybuildster. En gaan we even lekker pompen. Daarna gaan we nog even een filmpje opnemen. En nog even een dingetje waar ik wel tegenaan loop op het moment, is dat ik, doordat ik echt wel vermoeider raak en een soort irritatie krijg, zeg maar. Dat is omdat ik, of over mezelf, voor mezelf, maar ook omdat ik... te weinig eten binnenkrijg, dat ik om de kleinste dingen gewoon snel gefuckt ben. En dat gaat vaak om een squat bijvoorbeeld of zo, die mensen dan niet goed doen. Denk ja, kom op, dat ken je toch wel ondertussen. En daar moet ik wel een beetje mee oppassen. Dus ik ga volgende week, denk de laatste week daar in mijn training, echt wel even wat meer op letten. En misschien toch wel wat trainingen wijzigen, zodat ik niet te snel geprikkeld ben op mijn eigen klanten. Want dat is natuurlijk helemaal niet goed. En hoe staat mijn shape ervoor? Op het moment heb ik het gevoel dat het wel de goede kant op gaat. Ik word wel wat droog. Ik doe natuurlijk nu elke dag 20 minuutjes cardio. En dan verbrand ik natuurlijk ook nog wat mee. Dus we gaan na het weekend gaan we zien hoeveel vocht we eruit kunnen krijgen. En hoe scherp ik ga staan. Waarschijnlijk diamond scherp. Mijn training gaat lekker jongens. Als ik train dan ben ik helemaal tot mezelf. Want dat is wel prettig. Gewoon als je helemaal tot jezelf bent. Dan... gaat dat het best. Dus een soort ijzelgangerig mannetje ben je dan. En dan ben je gewoon relaxed. En ben je een stuk gelukkiger. Ik ben Coco. Ik ben atleet bij Team Victrix. Ik train veel met Martijn. En ik ben hem ook aan het helpen met het poseren. Voor zijn eerste wedstrijd naar de mens fysiek bij de IMBA. Hey Coco, waarom is het poseren zo enorm belangrijk in mijn mens fysiek competitie? Goed, in de sport bodybuilding zelf is natuurlijk je fysiek het belangrijkste, maar je presentatie eigenlijk net zo. Het is ruim 50% van de hele beleving, want daarmee laat je zien hoe je fysiek in elkaar zit, wat de verhoudingen zijn en daarmee kan je eigenlijk je beste punten laten zien. Oké, en qua punten, is daar nog een verschil? Krijg je nog extra punten als je presentatie heel goed is? Ja, je krijgt sowieso bepaalde... tijdens de wedstrijd heb je je vergelijkingen. Dus je krijgt een vast aantal poses die je moet doen, zodat de jury kan bekijken hoe je fysiek in elkaar zit. Wat je sterkste punten zijn, of je in verhouding bent. Dit heette de quarter turns, dus je moet je van vier kanten moet je laten zien, zowel van de voorkant als de zijkanten en de achterkant. Op basis daarvan krijg je een aantal punten, gaan ze je beoordelen en daarmee komen ze dus achter wie het beste fysiek heeft in de line-up waarin je staat.
En daarna krijg je de kans om jezelf te presenteren. Dus je krijgt denk 30 seconden tot een minuut waarop je je eigen poses mag laten zien. En waarop je eigenlijk je beste features van je fysiek mag gaan tonen aan de jury.